heb ik gedaan? Waarom staat dit nog online? What the fuck heb ik allemaal gedaan? Waarom is dit er nog? Ik snap het niet. Waarom? Ja, jongens, wat heb ik gedaan? Waarom de fuck staat dit nog allemaal online? Mijn oude Facebookfoto's van like 2011 staan nog online. Wij gaan die vandaag bekijken. Oké, mijn hoofd hier. Ik had daar nog een kleine hoofd als wat ik nu heb. Ik heb al een klein hoofd, maar daar had ik nog een kleine hoofd. Like, what the fuck? Die fucking 3D-bril, die valt bij mij echt tot hier gewoon daar. Op zich, die haartjes zijn wel sick, hè? Als ik mijn haar nou laat groeien en ik krijg het weer zo, dan is het perfect. Maar ik krijg het niet zo, want mijn haar is 10 keer zo erg geworden en... Dit is trouwens ook een mooie. Ik had een t-shirt gewonnen van 538 en een muts van 538. Kijk dat beugelbekkie wat ik daar heb. En kijk... Dat fucking mutsie wat ik heb in die haartjes. Het is zo gek om dit te zien, hè. Kijk mijn babykopje dan. Kijk mijn babyface hier dan, hè. Ik kijk echt zo alsof ik trompet ga spelen of zo. Wauw, jongens. Dit was het 30 maart 2013, zoals jullie zien. Dit is Joris, a.k.a. Just Joris. Kijk, mijn babykopje hier. Hier was ik fan op de Dutch YouTube Gathering. 8 uit mijn hoofd. Oh my god, kijk mijn haar. Kan echt niet. Maak kennis met Mitchell Voeten, zijn eerste Facebook profielfoto ooit. Dit was op 10 augustus 2010. Thanks broeder dat je hebt gereageerd op 6 augustus 2014. Dat doet me heel goed jongen, echt. Dat doet me echt fantastisch goed gewoon. Ah, kijk mijn stoere gangster proberen uit te hangen. Dit is een van de bekendere foto's van mij van toen ik jong was. Deze heb ik ook heel vaak getweet. Ik heb er zelfs een cringy tekst bij gezet gewoon. Oké, welke kleur ogen heb ik? Ik weet het zelf niet eens. Mitchell, what the fuck doe je? Je ziet duidelijk dat je blauwe ogen hebt. Waarom vraag je mensen welke kleur ogen heb ik? Ik zocht echt aandacht of zo vroeger. Ik weet niet wat er mis was met. Jongens, ik heb heel erg zitten cringen toen ik naar mijn eigen foto's keek. Dat hebben jullie wel gemerkt. Willen jullie nou dit zien, maar dan van mijn Instagram? Laat dat dan even achter in de reacties. Bij de 50 likes gaan we... Waarom 50? We gaan er gewoon 100 van maken. Bij de 100 likes ga ik op mijn oude Instagram foto's reageren. Wil je dat nou zien? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Reageer wat je hiervan vond. En welke foto jij het ergste vond. En dan check ik jullie later. Yo.